moet ook een schaal vinden die... Oh ja, daar is de draad. Oké. Dat is natuurlijk de techniek daarvan, want we praten nu over techniek. Ja. Dat is een onderdeel van de kunstenaar natuurlijk. Ik ga niet over de grip halen, maar toch nog. Kijk eens, deze cilinder is gemaakt van klei, gebakken. En die rol ik op klei. Je krijgt de afbeelding. Want u had het ook over het gevoel. Je kunt het niet alleen maar zien, maar het is ook gevoel, hè? Ja, tuurlijk, alleen maar. Ja, toch? Tuurlijk, ja. Ja. Zeker. Is heel persoonlijk iets. Ja, oké, tot ziens. Ik heb het niet weggejaagd, toch? Nee. Ik ken... Wat is uw naam? Dimitris Xantopoulos. Zo, dat klinkt Grieks. Ja, Grieks, helemaal. Ja. Mooi. Ik ben 27 jaar in deze atelier. Zoiets? Oh, echt? Ja. Zijn dat fase eigenlijk? Ja, een fase, maar niet om niet om bloemen. Nee. Ze zijn allemaal open. Ze zijn niet gemaakt van fase. Nee, ik heb het hier zelf voor de eerste keer voor mezelf gemaakt. Ik heb in bestaande vorm iets laten groeien. Ja. Dit zijn linzen. Wat groeit heel snel, dat is de reden. Ja? Dat was in 2 weken zo geworden. Goed, net een stel weken. Gaat heel snel, ja. En verder werk is staat zelfstandig. Ja. Als een object. Ja. En ze zijn niet allemaal waterdicht verbinden. Nee. Daar gaan we niet rekenen daarmee. En hoe heb je dit gemaakt, Dimitri? Dit is een kopperblad op doek. Dat is een techniek wat ik gebruik de laatste jaar. Dat is een tekening van op een doek. En het materiaal is koper, geoxideerde kopperblad. Ah, ja. Dus, en heb je, zeg maar, dat heb je op het doek aangebracht, hè? Ja. Ja. Het is aangebracht op het doek. Er zijn verschillende motieven. Wauw. Kleuren. Zo. Hier bij deze materiaal, de lichtval is belangrijk. Ja, dat is... Afhankelijk van de licht, want s'avonds verandert het werk. En, ja, dat mogelijk. Ja. Wauw. Echt een decoratief element hier. Heel erg door de vijf. Ja. En ik vond het begin een beetje eng te gebruiken, want ik vond het een beetje kietsig. Ja. Maar ik heb mijn best gedaan om dat. Ja. Om dat toch nog. Dat zal ze zien. Ja. Ja, ik zeg. En Dimitri, zou je ook zonder kunst kunnen? Nee, hè? Kunst overkomt jou. Ik kan het niet helpen, je bent kunstenaar. Ja. Ik kan het ook niks aan doen, wat ik kunstenaar ben. Nee, ja. En het is fantastisch, nee. En als je, zeg maar, heb je soms ook te veel? Dat je te veel dingen ziet en een soort... Ja, hè? Ja. Want hoe vind soms je soms te weinig. Soms te veel. Soms weinig, ja. En wat doe je als je te veel hebt? Ga je dan... Te veel verwerken, hè? Terugtrekken. Verwerken als te veel is. Ja. Of en als je leeg voelt, nou, probeer maar bij jezelf te laten. Ja. Ik ga... Deze werk is ontstaat ook naar maand, anderhalf maand, elke ochtend de zonsopgang gaan zien. Dus ik werd wakker om 5 uur 's ochtends, ging ik naar het strand in Griekenland... En we waren aan het wachten tot de zon kwam voor de horizon. En we zaten te kijken gewoon een uur naar de zon. En we wandelen en niks anders. En dat hebben we elke ochtend gedaan. Elke ochtend. Ik kwam terug. Dacht ik, nou, ik voel me wel wat iets nieuws hebben meegemaakt. Maar wat zal gebeuren? Wat zal ik maken daarmee? Oh, yeah. Dat wist ik niet. Dus ik heb gewoon werken. Ik wilde geen landschappen maken, geen zon, geen dingen. Dus werken. Denk, zo staat een klein teken. Van de klein teken staat een gedachte. De gedachte kan... Naar reflectie kwam uit mijn achtergrond, zonder te denken. Maar naar de productie voor dit soort dingen dacht ik, hey, dat is de zons... Schitterend. Business. En zo denk ik, is het echt werken. Op bepaalde momenten, je doet iets mee en daarna... Ja, maar dan zie je dan zie je eigenlijk dat tijd is relatief. Soms gebeurt het eerst, soms gebeurt het daarna. Het is je moet niet dwingen. Ja, precies. En wat is het Griekse woord voor zon? Ilios. 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 Ah, mooi.